Ondanks Sietse de Vries zijn bedenkingen bij het niveau van de Blauwe Verde, kregen Niek en ik zo nu en dan een verzoek van een schrijver of schrijfster om te mogen publiceren in ons tijdschrift. Een paar weken na onze ontmoeting op het Centraal Station had Dirk me opgebeld om een datum te prikken voor een bezoek van hem en Sjoe aan het Scootsje. Op een vrijdagavond verscheen het schrijversduo. Sjoe, een zelfbewuste blonde kerel met forse kaakpartij, overhandigde me een floppy waarop het woord Modesta stond geschreven. Over een driehoeksverhouding met een vrouw hier uit de stad, toch? Herinnerde ik mij de beschrijving van Dirk. Een driehoeksverhouding met een hoer hier uit de stad, verbeterde Sjoe mij. Een hoer? Vroeg Niek verrast. Prostituee mag ook, als je dat liever hebt, zei Dirk. Nee, hoer is prima, lachte Niek. Wie lag er met z'n drieën in een bed? Nee, dat is niet per se nodig voor een driehoeksverhouding. Sjoe en ik hebben beide iets in 1990 gehad met hetzelfde meisje, zonder dat we dat van elkaar wisten. En dat meisje bleek ook nog een keer hoer te zijn. We waren toen beide 25 jaar. En het boek is klaar? Ja, we zijn begin vorig jaar begonnen, omdat we toen beide niet zoveel om handen hadden. Sjoe heeft zijn visie geschreven en ik mijn visie. Oh, een zogenaamd verschillende perspectievenboek, begreep ik. Ja, zei Dirk, ik heb het eerst in het Nederlands geschreven en toen hebben Sjoe en ik het samen vertaald in het Fries. Zo is ook mijn interesse ontstaan voor het schrijven in het Fries. Die had ik ook al, maar ik beheerste gewoon de taal niet zo goed. Nick en ik ook nog niet zo goed, maar ik heb wel in april vorig jaar mijn Friesland A-examen gehaald bij de AVOEK, zei ik. Maar echt goed schrijven, dat kan ik nog steeds niet. Dirk schudde geërgerd zijn hoofd. Ik heb al eens een verhaal opgestuurd naar een Fries literair tijdschrift, maar ze keken niet naar de inhoud, alleen maar naar de spelling. Als commentaar hadden ze geschreven, u moet eerst maar eens leren goed Fries te schrijven. Ja, dat is een beetje flauw, hè, zei Sjoe. Je moet iemand als Dirk ook een kans geven. Die jongen heeft veel talent. Daarom wilden Niek en ik ook een eigen blaadje beginnen, zei ik. We wilden eigen baas zijn. Alles in eigen hand houden, een beetje experimenteren, een eigen stijl proberen te vinden. En iedereen die denkt dat hij of zij een mooi verhaal voor de Blauwe Verde heeft, die komt erin, zei ik. Hebben jullie al een uitgever voor jullie boek? Nee. Was de brouwer van Friske Vrij had wel interesse, zei Sjoe, maar dan moesten we het hele boek omgooien en daar hadden we geen zin in. Hoe lang kennen jullie elkaar? Vroeg Niek. Even kijken, zei Sjoe. In 1978 kwam ik bij Dirk in de klas, dus we kennen elkaar dus al zo'n 18 jaar. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik dat het een meisje was. Hij had heel lang mooi krullerig haar. Zo'n mooie slag, golvend haar. Makkelijk haar dus, constateerde ik. Ja, dat heeft hij nu niet zo erg meer. Hij is nu wat kaal aan het worden, hè? Het vreemde was dat ik toen ook dacht dat jij een meisje was, zei Dirk. Ja, er zit waarschijnlijk niks achter, hoor. De eerste twee hoofdstukken van Modesta kwamen uit in het juli-nummer, de vijfde Blauwe Verde binnen 7 maanden. Sietse de Vries van de Leeuwarden Courant maakte geen woorden vuil aan de stad van Modesta. Wel was hem iets anders opgevallen. Het krijgt een ritueel. Het krijgt wat van een ritueel. De Groninger Friezen, Meine Talma en Niek de Vries, maken bijna elke maand een nieuw nummer van de Blauwe Verde. Sturen een exemplaar naar deze krant om een paar weken later in de vrijdagbijlage te lezen dat ze een blad op schoolkrantenniveau maken in erbarmelijk Fries en dat men mag hopen dat het gauw beter wordt. De beide redacteuren maken niet de indruk er echt mee te zitten. Ze sturen vriendelijke briefjes en drukken de afbrekende kritiek fleurig af in het eerstvolgende nummer. Niet uit masochisme, moet men aannemen, maar gewoon omdat ze overal volslagende gek mee hebben. De kelder, de kelder, de kelder, de koorts op de kelder, koorts.